allemaal en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag deel 2 van de Project Life pagina. En dit is weer het papier van Amy Tangerine on a whim. En dit is het specialty paper. Ik gebruik hiervoor een hoes van We Are Memory Keepers. En dit was best wel een drukke week met veel foto's. Ik heb wat foto's en ik zal ze één voor één met jullie bespreken. Dit zijn foto's van Snapchat en er was een nieuw filter op. En het leek mij leuk om daarachter een mat te maken waar ik de foto's op plak. Ik heb deze foto's allemaal losgeknipt en zo opgeplakt. En daar komt zo meteen nog een titel overheen en dat is de titel So Yelly. En dit is ook van de Amy Tangerine cardstock stickers. Ik doe er een paar omhoog, een paar omlaag. Sommige doe ik met lijm. Met de lijmroller en de andere met foam dot, zodat er meer diepte in komt. Ik plak het woord So Yelly erop, want dit was natuurlijk een super sexy foto. Maar Snapchat is een van mijn favoriete dingen en dat zul je ook veel terugzien in mijn foto's op mijn Project Life en op Snapchat. Dit is kaartje 1. Ik ga hier nog kijken of ik er nog wat van die ephemera erbij ga doen, maar dat komt er niet op. Dit is een foto van Vaderdag. Wij zijn die zaterdagavond naar mijn vader geweest. En daarvoor hadden we een taart gekocht bij de Hema I Love Papa. En het leek mij leuk om daar ook wat stripjes van te gebruiken. En daarvoor werk ik met dat zwart-witte geblokte en die werk ik in al mijn foto's. Ik heb deze rondjes via iemand van Facebook en die doe ik allemaal met een foam dotje omhoog dotten opplakken. Ik plak hier nog wat strookjes, zodat daar een soort klussetje ontstaat. En dit zijn allemaal branding strips die ik daarvoor gebruik. Ik heb ook zondag een ochtendje opgepast. De rest van de vriendengroep ging karten. En ik heb samen met haar gezellig pizza gegeten van plastic. En lekker gekleurd. En dat hoort natuurlijk ook in mijn Project Life terecht. S'avonds zijn we gaan barbecuen bij mijn schoonvader. En de neefjes die hadden een foto gemaakt, ook via Snapchat. En die vond ik zo leuk dat ik dacht, ja, die hoort er gewoon in mijn Project Life album. Ik ben hier aan het kijken welke foto ik het beste erop kan doen en welke ik kan gebruiken. En ik kies ervoor om daar het roze cameraatje erbij te gaan gebruiken. En ik haal hier alle stukjes er nog eventjes uit. En dan plak ik het vast. Dat gaat best wel. Ze zitten er best wel goed in, de die-cuts. Ik plak de foto vast met de lijmroller. En deze plak ik vast met wat medium matte van Ranger. Deze had ik toevallig naast mij nog openstaan. Dus die gebruik ik hiervoor. En die plak ik half op de foto. En dan knip ik de restjes eraf. En dan heb ik alles een beetje één geheel. Ook omdat dat zwart-witte de overhand terugkomt. Dan gaan we naar de volgende pagina. Dit is een foto van de barbecue. We hadden mijn schoonvader een nieuw rooster gegeven. En dat had mijn vriend zelf aan elkaar gelast. Dus dat was het cadeau. Ik plak hier nog een foam dot op. Zodat het omhoog komt. En een zonnebril. Omdat het heel lekker weer was. En hier ga ik nog door alle kaartjes heen. En dan is deze video alweer klaar. Vond je de video leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat een reactie onder achter. En abonneer je op mijn kanaal om niks te missen. Fijne dag. Doeg!